dames en heren. Wat fijn, wat fantastisch dat u er allemaal bent, zeg. Geweldig, geweldig, gezellig. We gaan een hele leuke avond van maken. He, het wordt een hele educatieve avond ook, dus neem alles mee naar huis. Doe er later je ding mee, je voordeel mee en het komt allemaal goed. Besef u wel dat u van de happy few bent die hier bij dit concert überhaupt aanwezig zijn. He? Want weet u hoe groot de wachtlijsten waren, mevrouw? Nou, langer dan bij mijn tandarts en dan kan ik al bijna nooit terecht. Dus in no time 4 concerten, rambam uitverkocht. Ja, ik vind het een geweldige prestatie. Maar u bent dus van die 4 groepen mensen die hier geweest zijn, bent u dan degene die het allerlaatste concert mee gaat maken van de Lumberjacks. Nou, dat neemt u mooi niet meer af. U bent er hartstikke welkom. Fantastisch, ja. Dan gaan we toch met een lekker gevoelde avond in, dames en heren. Ik wil mijzelf even introduceren. U kent allemaal professor Dr. Erik Scherder, denk ik. Hè? Bekend van tv, zit wel eens bij De Wereld Draait Door, zit wel eens bij Max. Nou, dat ben ik dus niet. Ik ben slechts een van zijn assistenten en net als bij hondjes, je gaat een beetje op het baasje lijken na verloop van tijd. En dat is er dus gebeurd. Nou, wetenschappelijk heb ik dat wel met Dr. Scherder helemaal onderbouwd. We gaan u meenemen op een muzikale reis. Samen met deze 75, 80 brokken dynamiet hier die de muziek gaan verzorgen. En we gaan u een fantastische avond brengen, waar ook nog eens de nodige lering uitgetrokken kan worden. We nemen u mee op een fantastische muzikale brein, reis door het brein van de man. En hoe is het nu gekomen dat we zijn waar we zijn? Hè? We zijn ooit begonnen met best wat kromlopen. En dat is allemaal achter de rug. Hoe is dat zo gekomen? Dat gaan wij verklaren. Dat komt allemaal goed. Nou, ik wil eventjes peilen waar we staan met z'n allen. We kennen allemaal de Bijbel, we kennen het scheppingsverhaal. Hè? God die begon de eerste dag en na 7 dagen hield het voor gezien en dan moest het maar met doen verder. Zijn er aanhangers van dit verhaal? Mag ik vingers zien? Zijn er mensen die dat... En nog gisteravond hadden we een hele dappere mevrouw die de vinger opstak en die ook daar een hele duidelijke mening over had. Nou, wij zijn een beetje meer van de theorie van Darwin, hè? Dat het allemaal toch een beetje geëvolueerd is door de jaren heen. Dus op die lijn zitten wij hier samen ook, kunnen we dat met elkaar afspreken. Ja, nou, fantastisch, want dat klopt mijn verhaal tenminste ook met uw beleving daarin. De meerderheid hebben we dus voor de evolutietheorie. Nou, de theorie en de muziek gaan vanavond samensmelten. U gaat vanzelf merken hoe dat gaat. We wensen u in ieder geval een hele fijne, een educatieve, muzikale, maar vooral een hele fijne, ontspannen zaterdagavond toe. Dank u. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik het verdiend heb, maar het voelt wel lekker. Dat in ieder geval wel. Nou, duizenden jaren geleden is het allemaal begonnen. Hè? We hebben daarboven een plaatje van. We liepen eerst, hè? We hebben aapjes en dan een beetje kromlopen en wat rechterop en nog rechterop. En helemaal rechtop. Nou, valt het mij trouwens op dat die plaatjes zijn wel altijd mannen. Maar goed, we doen het er maar mee. Hè? In de loop van duizenden jaren zijn wij ons gaan specialiseren in jagen en beschermen. Het jagen, voedsel verzamelen voor ons gezin, maar dat gezin moest ook beschermd worden. En bepaalde stofjes in ons brein zijn daar verantwoordelijk voor. Dat zijn fantastische processen. Ik raak altijd een beetje in vervoering als ik daarover nadenk. Ik vind het echt geweldig. Nou, deze basale cerebrale chemie, dames en heren, een heel belangrijk woord. Neem die mee voor vanavond bij. Komt nog een enkele keer terug. Die zorgt ervoor dat de man zich verantwoordelijk voelt voor de eerste levensbehoeften. Eten, drinken en veiligheid. En er is er nog één, maar vanwege de jeugdige kijkers mocht ik daar niet verder op ingaan van de organisatie. Elke dag maar weer rolling. Is dat niet fantastisch geworden?
Dames en heren, en al die fascinerende processen in het brein, dat gaat allemaal gewoon vanzelf. Hè? Je hoeft niet te denken, nu zal ik eens een stofje aan gaan maken, waardoor ik mijn kroost beter kan beschermen. Het gebeurt gewoon, hè. Ik ben daar helemaal enthousiast over. Hè? Nou, we gaan eens even kijken bij het koor, hoe het nog zit met het oergevoel, zeg maar, binnen deze groep. Hè? Of dat er nog een beetje in zit. Ik probeer daar een beetje afwisseling in te brengen altijd. En ik denk dat ik vandaag eens even iets ga vragen aan Geert. Hoe zit dat bij jou met die oerman diep van binnen? Nou, ik zit vol oergevoelens. Ik ben de hele week bezig om dat te bestrijden. Tegenhouden. Ja, maar je moet van je hart geen moordkuil maken. Niet opkroppen, jongen. Hè? Niet binnenvetten, zal ik dat maar zeggen. Er stond er vanaf de eerste avond al eentje op mijn belanglijstje die ik heel graag ook dit interviewtje zou afnemen, maar die jongeman staat nogal ver bovenin. Maar ik had voor vanavond zoiets van, verrek, ik ga het gewoon doen. We hadden het net over de Bijbel, er was een verhaal van Mozes en een zee die gewoon aan de kant ging. Nou eens even kijken of dat hier ook gaat lukken. Mannen aan de kant! Arjan, waar ben ik dan? Ja, eindelijk. Goh. Want aan jou zou ik het ook willen vragen, hoe zit dat met die oerman in jou? Want ja, kijk, dit is nou een lumberjack, getypecast lijkt het wel. Ja, ik heb hem achter de baard gestopt. Achter de baard gestopt, ja, er is ook plek zat. Voor een oermannetje, kijk, Geert heeft iets meer plaats in mijn licht, maar... het jagen en het beschermen en zo, dat gaat je ook nog goed af? Ja, iets te goed. Boetes blijven al binnenkomen. Oké, okay, ja, dat is jagen met de auto. Ja, dat kan ook. Nou, dankjewel, ik vind het leuk om gesproken te hebben, Geert. Mannen, bedankt voor jullie medewerking. Nou, naast het jagen was ook de veiligheid ontzettend belangrijk voor de oermensen. Een schuilplek wilde de man bieden. En dat is natuurlijk het place to hide.
Ja, dames en heren, wij mannen zijn ervan overtuigd dat wij verdomd goed bezig zijn. En de wetenschap die bevestigt dit ook, kan ik u vertellen, in de persoon van professor Scherder. Maar we moeten natuurlijk ook heerlijk erkennen dat er in de natuur ook wel eens af en toe een klein onvolkomenheidje zit. Een hiaatje in het fantastische, fenomenale natuurgeweld. En ja, dat maakt ons soms wel eens tot een bad liar. Sommigen kunnen liegen dat het gedrukt staat, maar de meeste gelukkig gaat het niet zo goed af. We vertellen wel eens een leugentje op bestwil. Ik wil ons gewoon kwetsbaar opstellen, we willen de waarheid vertellen. En dat gaan we dan ook doen. Zo heb je ook overijverige mannen. Hè? Er zijn overijverige mannen. En die hebben ook vrouwen. En ik ga eens kijken of die misschien ook in de zaal zitten. Vrouwen met een beetje een overijverige man. Ja, ik weet dat uw man heel ijverig is, mevrouw. Ja, ik zie hem steeds van links naar rechts hollen. En dan weer blazen. En dan weer slaan. En dan weer... Hoe is dat thuis? Hetzelfde. Ja. Gewoon niet te stoppen. Hij gaat maar door en hij gaat maar door. Heeft u ook nog wel eens tijd om iets leuks met u zelf te doen? Oh, jawel. Pak van mijn hart, moet ik heel eerlijk zeggen. Hartstikke fijn. Ja, waarom gebeurt dat nou? Hè? Hoe werkt dit? Waar komt dit oergedrag dan weer vandaan? Hè? Waarom wonen we tegenwoordig in de meest fantastische huizen? En niet meer in die grond van vroeger, die was ook gewoon waterdicht. Komt prima. Nee, we slaan een beetje door. Van brood op de plank willen we naar alles is voor passie. Alles hebben. En als de buurman iets groter is dan ik, kan een grotere televisie. Zo werkt het een beetje. Dat komt door de adrenaline, dames en heren. Dan hebben we die cerebrale, basale chemie weer. Hè? Dat belooft dat die nog een keer voorbij zou komen. Dat gaat en dat giert door het brein en door het lijf. En daardoor zijn de mannen soms niet meer te stoppen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world will turn it inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.
terugkijk in de tijd. Lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Al 3 dagen af te vragen hoe het hier achter het glas in het aquarium zou zijn, hè? Ik denk, ik ga eens even aan deze kant kijken. Straks hing er nog een bordje op Michiel met verboden te voeren, maar dat is er afgehaald. Dat is wel jammer. Nou, ja, ik denk, ik probeer het eens even van deze kant. Want ja, jullie denken, we zitten hier veilig, maar dat is maar schijnveiligheid gebleken natuurlijk, hè? Kijk, we hebben het over het rolpatroon van de man. En als er iemand aan bezweken is, het natuurlijk de grote Hazes zelf geweest. Maar er is altijd weer die ene drijfveer, dames en heren, die de man op het goede spoor houdt en die de man aanspoort. En dat is de liefde. L'amour, love. Die liefde. En ik denk, daar moet ik Michiel even over gaan horen natuurlijk.
Want ja, ik heb me laten vertellen, ik ben hier dus gewoon knijter verliefd. Ja, dat klopt. Ja. Al heel lang zeg je, nou fantastisch jongen, hè. En heb je ook ooit domme dingen gedaan, zeg maar, onder invloed van de liefde? Meer dan slimmer, ja. Meer dan slimmer, meer dan slimmer. Nou, ik wist wel dat ik hier goed zat. Hartstikke mooi. Nou, de verhalen die besparen we dan de mensen even. Dat doen we straks wel even. Die kunnen ze natuurlijk wel horen. Dat is wel een beetje smullen. Ja, de ratio, dames en heren, die verliest het altijd. Dwaze dingen doen we wanneer we verliefd zijn. Zonder de liefde worden we niet meer aangespoord. En dan zijn wij het spoor bijster. Aller tijden, er zijn nergens meer liedjes over gemaakt dan over de liefde. Het grootste mysterie aller tijden, het is niet wetenschappelijk te verklaren. En we kunnen dat met die stofjes allemaal daar niet helemaal aan linken. De liefde van de man voor zijn vrouw, voor een man voor een man, een man voor zijn ouders. Maar de mooiste, puurste vorm van liefde is toch wel de liefde van de man voor zijn kinderen. Als hij trots is op zijn kinderen en glimmend van trots langs het voetbalveld staat, of bij een uitvoering van een toneelclub, of bij een koor. En de kinderen die trots zijn op hun vader. Zijn er misschien kinderen in de zaal? Je kunt gerust je hand opsteken, ik kom niks vragen. Kinderen in de zaal van mannen in het koor.
Ja, je mag ook zelf je hand opsteken, maar je wordt ook aangewezen als je niet zo lang zijn. Ja. Ik kom toch even. Ja. Sorry, maar ik wil toch even van je weten hoe vervuld van trots je nou bent dat je daar staat te zingen. Mogen we eerst even zien waar staat de desbetreffende vader? Ja, 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 helemaal achterin. Ja, dat zeg je goed. Dan je mag super trots op hem zijn, want vorige week had hij nog een blouse die niet dicht kon. Volgens mij is hij de week 8 kilo afgevallen. 8 kilo in één week, dames en heren. Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft, maar hij kan het niet opdraaien. Dat is een open stukje. Nou, fantastisch. We geven namelijk iets door aan onze kinderen. Hè? Genen. Degene geeft iets door van vader of dochter, van vader of zoon. Ja, vaders en zonen hebben vaak gewoon een sterke band. En die wordt door bepaalde gebeurtenissen in het leven alleen maar sterk. Er is zoveel dat jij niet weet. Fijne meisje en een huis. Als je wilt, dan kan de trouwen niet naar mij. Ben al oud, maar gelukkig. Ik was ooit zoals jij. En ik weet, het is niet handig om te blijven als je droomt van een toekomst. Maar neem moet tijd, denk eens na, denk aan alles waar je hebt, want jij zal bergen nog bestaan, maar hoe dromen kan kapot. Wat ik ook zeg, ik sta alleen, als ik praat, weet hij het beter. Er is altijd zijn verhaal, zijn record. Vanaf het moment dat ik kom praat, kreeg ik te horen dat ik moest luisteren. Nou is mijn kans om te bestaan, en ik weet dat ik moet gaan. Ik weet dat ik moet gaan.
Nou, dames en heren, wat fantastisch dat u er allemaal weer bent, zeg. Ja, iedereen zit er weer. Gezellig, gezellig, gezellig. De tweede helft. Hè, de tweede helft, de derde helft komt straks. We beginnen nu aan de tweede helft. Ja, de man en zijn rolpatronen. Hè. We kunnen er maar af en toe knap lastig mee hebben met die rolpatronen. Het wordt niet simpeler door de chemie in ons brein en in ons lijf. Daar heb je weer die basale, cerebrale chemie. Gecombineerd met het lijf, en dat wordt allemaal een beetje moeilijk door de hormonen. En leid dat maar eens in goede banen. Wie heeft er wel eens ooit gehoord van dat luteïzerend hormoon? Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben, zal ik maar zeggen? Nee? Nou, dat is er eentje. Adrenaline hebben we het over gehad. En we hebben testosteron. Hè? Ja, kijk, die jaren in het midden zitten waar ik niet kan komen, die durven wel, hè? Drie sporen en ik ben er, hoor. Pas op. Die zit dichterbij, hè? Dat is toch gevaarlijk. We kennen allemaal wel mannen die daar moeite mee hebben. We zien hier een paar exemplaren. Ik bedoel op het scherm natuurlijk, hè? Niet hieronder, op het scherm. Een paar exemplaren die toch een beetje losgeslagen zijn van de werkelijkheid, denk ik. En waar komt dat nou door? Waar komt die overmoed vandaan? Nou, dat komt door de hang naar complimentjes van de man. Hè, mannen zijn nogal gevoelig voor complimentjes. En de man zal dus alles eraan doen om die complimentjes ook te krijgen. En dan krijgt hij ze en dan denkt hij, goh, ik ben eigenlijk wel verrekkers goed bezig. En dan, dat ontwikkelt zich dat verder door. Dus dames, ik zou het advies willen geven, ben dus wat minder scheutig met de complimentjes. Dan komt het vast wel goed. Eens even kijken. Zijn er mannen in de zaal die een verhaal willen vertellen over hun opening? Dat gaan we anders doen. Zijn er dames die naast een man zitten die iets kan vertellen over overmoed? Mag ik vingers zien? Ja, kijk. Gelukkig. Fijn. Ja. Ja, hier zit hij dan, hè. Ja. Wil je het zelf vertellen of geven we hem de kans? Oké. Okay. Ze wijst jou aan. Dat maakt mij toch helemaal niks uit. Het gaat mij alleen maar om het verhaal. Hè? Het is geen verhaal. Dat vind ik niet zo overmoedig van je, dit. Heel eerlijk gezegd. Wat een brave Hendrik, zeg. Hebben jullie er mee te maken? Nou, we zijn er nog. Laat het maar zitten ook. Hè. Ik kan het Geert wel vragen, maar. Ja, dat kan ik wel doen trouwens. Ja. Eigenlijk nog niet zo'n slecht idee. Geert, overmoed. Komt voor de val. Overmoed? Nou, die valt wel mee bij mij. Het is meer het oergevoel en niet de overmoed. Nou, hartstikke goed. Lekker zo bezig blijven, jongen. Je doet het hartstikke goed. Fijn. Nou, de complimentjes. Hij blijft er maar naar vissen. Het gevolg is zelfoverschatting. We denken dat we overal mee weg kunnen komen. En dat is dan weer een gevaar voor onze relatie. Hè? Monogamie, dames en heren. Ja, ik zal het toch maar gewoon zeggen. Monogamie in de westerse wereld natuurlijk hartstikke... het rolpatroon of hetgene wat we ervan verwachten. Maar is het wel mogelijk voor ons? Hè? Dat vragen we ons af. Is het wel mogelijk? Wij lopen allemaal als mannen zijnde over van de fantastische genen. En die willen wij doorgeven aan het liefst aan zoveel mogelijk nakomelingen. Ja, dus het wordt ons wel verdomd lastig gemaakt met die monogamie. Hè? We boksen er toch vaak voor elkaar. Dus eigenlijk zijn we wel heel goed bezig. De verleiding is soms te sterk. Geest is gewillig, maar het vlees is te zwak. De man moet los, en de man gaat los. That price goes. This one for them good girls, them good girls, they masterpiece. Styling, riding, living it up in the city. Got trucks on with Saint Laurent, got to kiss myself so pretty. Too hot for the police and the firemen. Too hot, baby, women wanna be firemen. Too hot. Girls hate you, hallelujah. Girls hate you, hallelujah. Girls hate you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you.
lekker show aan. Smoeder, red jouw skippy. De haast, wat er. Kom niet en een fire. En de haast, wat er. Big and bad, wanna be tired. En de haast. Girls, hallelujah. Girls, hallelujah. Girls, hallelujah. Cause I'm done, 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 I'
block, 'cause there is no later. So set this up and give it to the lawson. No more secret, no more time for haters. It's all for nothing and it's nothing for all. That's right, hope to get your home. This is it, just in case you fuck up. Nothing to win, no, nothing to strike for. Drop your guns and let yourself go. Dames en heren, we moeten resetten, terug naar de bron en terug naar de oorsprong. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Wij worden soms wel eens bij het spreekwoordelijke bullus gezet of achter het bekende behang geplakt. Maar de man is in staat te herstellen. Gestuurd door een klein gebied, dat is helaas een klein gebiedje in de kleine hersenen, kan het ook niet helpen. Het juiste pad vinden wij weer door onze innerlijke navigatie, onze eigen Tom Tom, oftewel onze eigen Geert Geert, kan natuurlijk ook, een hele goede zijn. Ons brein wijst ons de weg om onze relatie, ons gezin, ons eigen kasteeltje te redden en te beschermen. We weten dat op korte termijn fouten soms onvermijdelijk zijn, maar mannen zijn in staat om de blik, zeg maar, ver weg te werpen, om vooruit te kijken, de grote lijnen te zien en niet altijd voor een klein geneuzel waar het thuis wel eens ooit over gaat. Nee, de grote lijnen. Continuïteit is het credo. Is dat niet fantastisch, dames en heren? Tell me that it's all you.
Hier land heen, we zien me maar met schone schijn. Wel alleen maar die man in die spiegel zijn. In die spiegel zijn, hier land heen. We zien me maar met schone schijn. Wel zo graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn, hier land heen. En zie me staan, streel me met uw blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Ach, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar zou ik zijn zonder u? Zonder u ben ik niks. Fluister een woord, doorbreek het isolement. Vertel me de waarheid, al is het die ene die mij kwetst. Tierenlantijn, versier me maar met schone schijn. De klok tikt dubbeltijd met race, kwam ik hier verzeld. Door welk circus werd ik gerecupereerd? Klauwen achter de coulissen, nog maar steeds. Enkel in de spiegel van uw ogen zie ik wie dan ik ben. Of is het op uw face, of mag ik staren? Ik zoek al lang niet meer die extremen op. Engeltjes hebben vleugeltjes, adieu tanden zoet. Laat mij gewoon mezelf zijn, dat is al moeilijk genoeg. Hier alleen, we zien me maar met schone schijn. Wel alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn. Tierenlantijn, we zien me maar met schone schijn. Wel zo graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn, Tierenlantijn. Ze zei ik verzwijg het geheim, hou het bij voor mijn eigen. Hoe intens is die ene misbruik verkeerzijde. Het is alles of niks, geef een kort binnenpaadje. Om half werk geloof teleurstelling op het einde. Ik hou van u, stille waarheid. Maar een luisterend hart zal wel weten hoe of wat. En als je mij verliest, heb je niet goed opgelet. En als je jezelf niet vindt, word ik dan nog gemist. Geen ruimte voor nuance, geen tijd voor schepsis. We hoeven niks te benoemen, laat het zijn zoals het is. Het moment maakt wie ik ben, geen moment is volmaakt. Voor u ken ik je schaamte, gij kent mijn ware aard. Voor wie we zijn en wat we doen, zijn woorden nooit genoeg. En zelfs die almachtige liefde heeft nood aan morgen vroeg. Ik weet niet wat morgen brengen zal, vandaag gaat het goed. Laat ons gewoon onszelf zijn, dat is meer dan genoeg. Hier loopt heen, misschien we maar met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn, hier loopt heen. Misschien we maar met schone schijn. Als een graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn, Tierenlantijn. We zien maar met schone schijn. Wel alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn, Tierenlantijn. We zien maar met schone schijn. Als een graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn. Ja, dames en heren, de kippenvelmomentjes beginnen zich zo langzaam aan één te reiken, vindt u ook niet? Fantastisch, fantastisch. Het herstel, de zelfreflectie. Ons brein is er verdomd goed in geworden. He, op fascinerende wijze hebben wij dit als mannen ontwikkeld. En dan hebben we het nog niet gehad over de meest, ja, eigenlijk unieke en krachtige eigenschap van een man. Dat is de kameraadschap. De kameraadschap. Ik zou u willen vragen, wat is de vrouwelijke variant van kameraadschap? Zou u niet weten? Nee. Ja, het is een ontzettend krachtig woord. Iemand hier misschien, kameraadschap? Vrouwelijke variant? Ik kom niet verder dan vriendinnen. Je slaapt, hè? Vriendinnen. Hey, kameraadschap, het woord alleen al is hè? Zit iets in. Kamerui, ja. Dat kan ook, maar dat verstaat professor Scherder niet, dus daar kan ik niet mee aankomen op kantoor, hè? Nee, wanneer is het de laatste keer dat u met vriendinnen samen gelachen hebt om een hele harde wind? Dat is nog niet zo lang geleden, hoor. Zit jij
zo'n groepje. Gisteravond hadden we ook een mevrouw, die zat ook in zo'n groepje, ja. De stechtvriendinnen of zoiets was dat. Dus vandaar denk ik die wint dan, hè. Nee, het is, we hebben dat gewoon ontwikkeld. Waarom hebben wij dat ontwikkeld, die sterke kameraadschap? Nou, in de oertijd was het gewoon praktisch om veel vrienden te hebben. Want als je er alleen voor stond, ja, dan was het natuurlijk meteen gebeurd. Dus met z'n allen. Met z'n allen sterk zijn en met z'n allen de boel beschermen en bij elkaar houden. De grootste groepen hebben de meeste kans. Hè, kameraden, die heb je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Je deelt je eten, je bier en je drinken. Maar ook je scheten en je boeren met z'n. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. En we kunnen er hartelijk op lachen, hoor. De hechtste band die ontstaat onder de moeilijkste omstandigheden. En 75 jaar geleden, we hebben het onlangs hier ook herdacht in dit huis, zijn we bevrijd door wildvreemde mannen die heel ver over de zee ergens naartoe moesten waar ze ook nog nooit geweest waren. Maar ze hebben het wel gedaan. Ze zijn gekomen en ze hebben ons bevrijd. Ja, ons, onze voorouders in ieder geval. Er zijn hier vast nog mensen in de zaal die het wel meegemaakt hebben. In een wildvreemd land moet je op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is de ultieme kameraadschap. Hè? Het leven willen geven voor iemand anders als dat nodig is. We willen het volgende lied opdragen aan onze bevrijders. Left in flesh.
Probeer dit even vast te houden. Om het intense gevoel kracht bij te zetten wil ik u vragen voor zover dit mogelijk is te gaan staan en schouder aan schouder te luisteren naar het volgende lied.
Wauw, wauw. Zo, jongen, jongen, wat een sfeer. En dan ben je 3 kwart jaar lid geweest van de Lumberjacks en dan spreek je de rest van je leven gewoon vloeiend Russisch. Dat is toch fantastisch, dames en heren. Hè? Zeg, we hebben u meegenomen op een analytische muzikale reis waarin wij hebben verklaard en wetenschappelijk eigenlijk onomstotelijk hebben vastgesteld en onderbouwd hoe de evolutie van de man zich heeft voltrokken. Met dit als resultaat, maar dat mag het toch zijn, dames en heren, hè? Gezamenlijk bezitten ze heel veel eigenschappen die nog steeds van grote waarde zijn voor onze maatschappij. Hè? En we laten ons niet voor het spreekwoordelijke lapje houden, maar we distancieren ons en masse van de Linda, de Libelle opzij en de Tina met al hun prietpraat. We zijn fantastisch bezig al 10.000 jaren en we ontwikkelen ons en het zal nooit stoppen, dames en heren. We staan positief ten opzichte van de toekomst. De man is weer helemaal het heertje. Let's take back control.
Ja, beste mensen, hiermee zijn we bijna aan het einde komen van deze avond. Ja, fijn te horen, maar het veel erger is, het is ook het einde, het is ook echt het allerlaatste optreden van Monaco Lumberjack. Ongeveer 6 jaar geleden kwamen wij enkele mensen de gedachte op van ja, hoe kan het nu zijn dat wij nu een zeven koren hebben, dat er eigenlijk relatief weinig mannen aan het zingen dat zijn. Dan zijn we over brainstorm gegaan en wij dachten, als we dus beginnen met een mannenkoor. Nou, dat heeft 5 jaar geduurd voordat dat was, maar begin dit jaar ging de koren door de kerk en zeiden we gaan er aan beginnen. We gaan kijken hoeveel we komen. Dus we zien wel hoeveel mensen gaan aanmelden. Nou, wij hadden gekocht. We hadden een hoop van 40. Met dagen was het 20, zijn we wel heel blij. Nou, het zijn er 70 geworden. Dat is natuurlijk een geweldig mooi aantal. Heel fijn dat heel veel mensen daar meegedaan hebben. Het feit dat er 70 mensen meegedaan hebben, wil dus ook zeggen dat we 4 volle avonden gehad hebben. Ook daar en daar, we beginnen met 2. Er kwam er gewoon nog een derde bij, er kwam er gewoon nog een vierde bij. En uiteindelijk dus 4 verkochte zalen. Dat maakt dat wij gelukkig omstandigheid zijn dat we nogal wat financiële middelen over gehad hebben. Daarmee konden we doen en laten wat we wilden. Beneden hebben we een café ingericht, we hebben hier de zaal helemaal zit bebouwd. We leggen toch nog wat over en in samenspraak met de Stichting Gemeenschap Thuis Spinitas, die ons in eerste instantie ondersteunen, daarin financieel zal ondersteunen, hebben wij besloten om de gelden die overblijven, dat zijn er toch nogal wat, om te gaan geven aan de stichting die zich bezig gaat houden met de festiviteiten rondom 100 jaar Heuze in 2021. De avond is bijna ten einde, zei ik. Dat wil zeggen natuurlijk met betrekking tot de zang en de muziek. Hieronder heeft u al gezien dat wij een eigen café hebben opgetuigd. Ik nodig u allemaal van harte uit om daar vanavond met ons nog even na te praten over deze avond. Pak daar een lekker drankje, lekker wat eten. Er zijn nog fanpakketten te koop, dus ja, wie wil en wie nog wil nagedienen als hij thuis is, dat kan ook nog. Zeg u dan, het is mij leuk geweest, het is gezellig geweest, ik ga naar huis. Heel goede vrienden, wij wensen u wel thuis. Normaal gesproken zeg je dan aan het einde van een show, tot de volgende keer. Nou, dat gaat in dit geval dus niet lukken. Maar ik zeg wel tot de volgende keer, maar dan bij een andere uitvoering van een andere koor of een andere vereniging, of in ieder geval een andere situatie. Nogmaals, dank voor jouw aandacht. Sorry mensen, maar ik kan het niet laten. Dames en heren, ik wil het even met jullie hebben over stille krachten. Zo'n project kan alleen maar tot stand komen als je stille, krachtige mensen hebt die zich achter de schermen met hart en ziel inzetten om er iets onvergetelijks van te maken. Zo ook bij Lumberjack. Het animo van mannen om niet alleen te komen zingen, maar ook achter de schermen te helpen was echt gigantisch. Er is hier door mensen die nu verstopt zijn in het koor, gesleept met buizen, gepuzzeld over vallen, gediscussieerd over waarom de man is zoals hij is, geproefd aan speciaal bier, onderhandeld over droge worsten en gesjouwd met boomstammen. In allerlei commissies hebben mannen hun talenten, hun ideeën en hun oplossend vermogen ingezet om deze voorstelling te maken tot wat hij geworden is. Het enige wat ik vraag, geef hen even het applaus dat ze verdienen en ze weten zelf wel voor wie het bedoeld is. Vier mensen in het zonnetje zetten en daar zijn de opperhoofden Bart Weijden, Benny Aerts, Rusty, Frans Kerkers en Gerard Lommers. Kom even naar binnen! Gerard, kom maar. Als dirigent kreeg ik altijd enorm veel credits en ik sta natuurlijk met mijn snottert weer op en dan ben ik ook nog eens de enige vrouw. Dus ik ben een heel makkelijk aanspreekpunt, maar al die credits gericht aan één persoon, die doen voor mij afbreuk aan hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Want deze vier stille krachten zijn de organisators en kaarttrekkers van dit project geweest. Dus ze verdienen net zoveel credits als ik en ze hebben dit gedaan zonder zelf één woord vuil te maken
aan wat ze voor dit project gedaan en betekend hebben. Met visie onopvallend, organiserend, tijd investerend, doordacht, sensitief en met het hart op de goede plek. Om ervoor te zorgen dat deze oproepen wat makkelijker herkenbaar zijn, heb ik dus een klein cadeautje. Ik ben nou met een winteropkomst ook best wel van Pascal zo komen bij het houthakken. Mag ik alsjeblieft een dagend applaus voor wat deze vier mannen hebben betekend voor de winter. De zaal uit. Dat was wat mannen mij begin dit jaar vertelden als ik ze probeerde warm te maken voor Lumberjack. Zelf moesten ze dan heel hard lachen, maar ik kon er echt vanmiddag wel om janken. Vraag een klein manneke om een liedje te zingen en hij zingt. Vraag een volwassen vent om een liedje te zingen en hij zegt, ik kan het niet. Vaak op een grappige bedoelde toon, alsof het lollig is om zoiets over jezelf te zeggen. Maar ik weet wel bitter, ze zeggen dat ze niet kunnen zingen omdat ze vaak niet durven zingen. Want zingen, beste mensen, zingen vergt lef. Zeker voor mannen, je moet echt ergens overheen. Je loopt het risico om uit de toon te vallen, om niet stoer gevonden te worden en zelfs om van de gek gehouden te worden door andere mannen. Kortom, zingen is voor de moedigen, voor de mannen die niet bang zijn om weer mannetjes te worden. Het zijn de mannen die achter mij staan, die vergissen wij niet zonder de uitkomst van dit project te kennen, ondanks twijfel over de drempel zijn gestapt en zich in het avontuur hebben gestort. En puur voor het zetten van die stap in het onbekende neem ik mijn petje enorm diep af. Wat er in de maanden daarna gebeurd is, dat kan ik nog steeds niet goed bevatten. Er ontstond plezier, samenhang, toewijding. Waar we voorzichtig en onwennig begonnen, bleef het zangvertrouwen ondersteund door steengoede muzikanten in het combo, de blazers en de zangwerkers. Het vertrouwen dat blijft maar groeien en groeien. En afgelopen maandag vroeg Frans Kerkers. Kan ik nou, daar ben die muts op. Die had hiervoor nooit eerder gezongen en die heeft al 100.000 keer tegen me gezegd van ik kan niet zingen, ik doe niet mee, ik kan niet zingen. Die vroeg afgelopen maandag of afgelopen donderdag toch alsjeblieft nog een keer konden zingen. Helemaal tegen de afspraak in. Al was het maar een uurtje. Dat is echt genoeg over wat hier gebeurd is. Honderen zijn ontstaan, magie heeft hier plaatsgevonden. Mannen zijn weer mannetjes geworden. Mag ik een grandioos applaus voor wat deze mannen hier neergezet hebben. Ja.